De vijfde editie van de Almere Wintercup is gewonnen door titelverdediger Waterwijk. Op de slotdag van het toernooi wist de club de titel te pakken en mogen zichzelf dus wederom de beste van Almere noemen. Helaas iets minder spannend dan vorig jaar. Vorig jaar was het toch een stuk spannender omdat het op de laatste dag eventueel nog kon veranderen. Gisteren was het al duidelijk een verschil van 5 punten. Vandaag bij de minis een fantastisch toernooi met de kinderen die echt aan het voetballen zijn. En de grote lol ervan inzien. En niet meer met schreeuwen en dergelijke. Echt puur voetbal. En die hebben het verschil gemaakt. 8 punten. En dat wordt vandaag gewoon gevierd met het prolongatie. Het was de 5e editie sinds de terugkeer van het toernooi. Organisator Ferry Los is blij met hoe het momenteel met het toernooi gaat. En er waren 2 doelstellingen. De boarding weer terug. Een beetje de sfeer van de oude Wintercup laten herleven. En natuurlijk de zaal weer vol spelen. Het is druk, het is gezellig, de sfeer is er. De Wintercup is back. Er is veel meer beleving. Er is veel meer aandacht daarvoor. En de toeschouwers, ja goed, je ziet dat achter me. Het zit vol. Dit jaar bracht de terugkeer van de boarding langs de kant van het veld. Dat moest zorgen voor meer doelpunten en attractiever spel. Je merkt dat ze echt moeten wennen. Dat ze nog niet volledig de boarding gebruiken. En dat ze hem te weinig echt opzoeken. Ik denk dat als we meerdere jaren en vaker de boarding gaan gebruiken. Dat daar toch wel wat meer. Dat je het veel meer terug gaat zien.